Jeremy, ik denk dat je vandaag een wedstrijd speelt met twee gezichten. De eerste helft doen jullie het eigenlijk goed, komen heel ongelukkig op achterstand. De tweede helft gaat het eigenlijk mis in twee minuten, geef je het weg? Ja, klopt. We waren gelijk begin tweede helft, deden we wat slordig. En daardoor kregen we gelijk twee doelpunten tegen. Ja, jullie beginnen eigenlijk goed, maar wel in een ander systeem. Je bent natuurlijk een nieuwe trainer, nu 13 dagen. Hoe bevalt de nieuwe trainer? Ja, het bevalt wel goed, maar we doen het gewoon met z'n allen. We zijn gewoon één team, nieuwe trainer erbij. Wij hebben hem goed opgevangen en hij heeft ons goed opgevangen en gaat gewoon goed. Ja, hebben jullie veel moeten aanpassen aan hem of viel het mee? Ja, viel wel mee. Viel wel mee. Nou, dan die eerste helft, dan lijkt het eigenlijk allemaal goed te lopen. Jullie creëren op het einde van de eerste helft ook nog een paar goede kansen. Zeker, jij kan een paar keer aan die rechterkant de vrij doorheen. Je leek je tegenstander eigenlijk wel heel makkelijk de baas. Ja, dat wel. Maar ja, daarna de eindfase, de bal voor de goal, moet daar ook iemand staan. En die stond er helaas niet. Of hij stond er wel, maar die ging er helaas niet in. Dus dat is jammer. Ja, dan gaat het heel snel in die tweede helft mis. Waar lag dat aan volgens jou? Ja, we zijn één team. We doen het met z'n allen. Winnen doe je met z'n allen. Verliezen doe je met z'n allen. Dus ik ga niemand aanwijzen. We hebben met z'n allen verloren. En dan op een gegeven moment staat het 1-6. Dan wordt het heel hard. Maar dan toch nog een heel klein lichtpuntje. Jouw doelpunt. Je komt heerlijk naar binnen. Vervolgens rond je heerlijk af. Ja, klopt. Maar ja, ik had liever de drie punten. Of tenminste een punt die gehouden in Dordrecht. Ja, dat wil ik begrijpen. Anderzijds, Den Bosch is een ploeg in vorm. Is het een van de betere tegenstanders die je dit seizoen bent tegengekomen? Ja, zeker. Den Bosch is zeker een goede ploeg, staat niet voor niks bovenaan. Maar ja, zoals we de eerste helft speelden 1-1, had je eigenlijk niks weg hoeven geven. En in de tweede helft, dan begin je heel slordig en dan krijg je gelijk twee doelpunten tegen. Is dat een stukje jeugdigheid misschien? Dat je toch dat goede gevoel uit die eerste helft misschien een klein beetje te veel gaat zweven, waardoor het in die tweede helft gelijk snel misgaat? Ja, dat kan. Dat kan, maar dat weet ik niet. Tast nog in de duister. Ja, klopt.